Yo, goeiedag. We zijn er weer. Hallo. Wij zijn weer in Guild Wars 2 voor de verandering. Ja. Ja, en we hebben een soort van vreemde video vandaag, want gisteren was er een hele bijzondere update. Dat is voor jullie vorige week. Vorige week was er een hele bijzondere update. We kunnen nu ook in Central Terria gliden. Eerst kon het alleen in de jungle en nu kan het ook ergens anders. Wat een prachtig uitzicht. En daarvoor heb ik een paar leuke locaties uitgezocht. We gaan eventjes kijken hoe ver we kunnen gliden en wat voor prachtig uitzicht we kunnen filmen. Let's go! Jij eerst, Eon. Oh. Maar ik ben er. Oké. Ja hoor. Zo. Nou, bij mij is het ook gelukt. Voor de allereerste keer dat ooit iemand hier op... Ja, ik heb geen idee of hier ooit iemand eerder is dan ons geweest. Wij zijn niet eerst. Ik val helemaal naar beneden, jongens. Oh jee. Als je naar beneden valt, kun je nu weer naar boven, want het is te stijl. Nee, daarom sta ik ook hier. Oh, je bedenkt dat nou. Ja. Hier, wacht. Hier, pak deze. Dank je. Oh. Ik zie het werkt. Het is aanvoerkracht van de wervelwind. Zie je dat? Ja. Oh, is dat wat het is? Oh ja, inderdaad, want alles gaat naar jou toe. Maar goed. Jael, waar ben je? Ja, ik heb moeten teleporten. Ik was gevallen. Nou, daar gaat onze gids. Zie jullie staan, jongens? Hé, sterker nog, ik ben er. Nu. Kan je niet afschrikken of zo? Ik zie hem nergens. Waar ben je? Nee, nu kun je dat inhalen, zeg maar. Oh. Geweldig. Oké. Doe even opnieuw. Hé, hey, sterker nog, ik ben er. Nu. Oké. En nu? Ik vind dit wel bijzonder, jongens. Kijk eens die mooie kasteel. Kunnen we hier een vlag zetten van onze guild of zo? Van dat we hier als eerste zijn geweest? Dat zou het zijn. Wacht, een guild banner, hoe kom je eraan? Oh, ik heb ze niet. Ik heb al laatst... Wacht hier. Ik heb er eentje. Ja? Ik heb laatst mijn hele inventory gere-dingest uitgezocht. Ja, alles weggegooid wat er niet in hoorde. Maar nu heb ik geen guild banners meer. Nou, geweldig. Great. Waarom haal je ze dan ook uit? Oh, nee, hier kan ik ze niet. Ja, ik dacht dat het troep was. Ik gebruik het toch nooit. Nou ja. Ik dacht dat het troep was. Oh. Ik dacht dat... Wat heb jij dan hier? Helaas, jongens. Nee, je hebt niks. Dan. Nou ja, dan gaan we gewoon verder. Gaan we naar de volgende locatie. Dat is... Eventjes kijken. Kunnen we niet verder vanaf hier? Je moest... Moesten we van vier ergens anders zijn. Oh. Ik vind het wel leuk. Ik hou van glijden. Oh. Oh, kun je mij? Pop. Yes! I'm on the arch. Je heeft de snelste computer. Stefan. Nee, ik heb niet op mijn SSD staan. Zo. Oh, ik dus. Oh nee. Wat? Giles hier? Ja. Holy shit! Van iedereen die je had verwacht, is Giles hier als eerst. La 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 la. Ah, waarom gaat mijn glider nooit gelijk open? Heb ik een auto? Oh nee, wacht, dat is geen sacrifice. Doet je er ergens aan denken? Dit? Ja. Zo van zo'n... Zo, dat je zo'n grot... Oh nee, wacht, ik val al. Nee, maar in Arcage, daar had je de eerste plek waar je... Oh shit! Inderdaad, ja. Er was ook zo'n waterval, toch? Het was geen waterval, maar het was wel zo'n heel groot... met zo'n mijn ding. Ja. Daar dus deze plek mij een beetje aan denken. Oh, dat was een mooi. Dat was een bijzonder moment. Inderdaad. Dat was een bijzonder moment. Zullen we gewoon weer eens een keer Arches doen, jongens? Nee. Ze hadden van een computer verwijderd. Ja, ik eigenlijk ook wel, maar ja. Hey, trouwens, onze gist vergoedt onze reiskosten ook, toch? Of was er niet... Hebben we eigenlijk een verzekering, Stefan? Ik weet het niet. Laten ze onze gist vragen. Gids?
Hebben wij een verzekering voor deze reis? Als je te platter valt, nee. Ja. Oh, alleen dan niet. Of? Ja, heb je goed. U bent mogelijk niet verzekerd voor, voor schadekosten. Oh. U bent mogelijk niet verzekerd voor het doodvallen of eventuele schade. De platter vallen van een rots, berg of... Ja, u bent ook niet verzekerd tegen kidnapping, torturing, marteling. als de dingen van je gestolen Shadow worden. Amps. U bent wel verzekerd tegen een gebroken been. En u bent verzekerd tegen slecht weer, wat? Wow! Oh! Oké. Okay, dat scheelde niet. Dat scheelde inderdaad niet of er zat heel hotspot in... Oh, wat is dit dan? Boiling hot magma. The intense heat of the boiling pool of lava bites at your face. Wat fijn, man. Vond je het ook zo fijn? Laat dan een like achter. Pas op, dadelijk knalt hij misschien wel. Pas op, pas op! Nee, niemand kent het. Jawel. Gelukkig wel. Dat is onze jeugd, man. Helemaal niet. Ja, dat kan ik zeggen. Dat was ook een beetje mijn jeugd. Een grote remix. Oh. Ja, met die dikke nucleaire explosie. Maar misschien knalt hij nog wel. Shit, wat? Oké. Okay. Oh, is dit die freaking gat naar beneden waar die magma ding... Prepare your butts. Oh, shit. Oh! Wauw. Het is dat je niet heel veel ziet door die rook en shit, maar... Oh, nu wel. Oh, het moest even laden, I guess. Ik moet de weten nog even halen. Oh, shit. Zouden wij de eerste zijn die dit doen? Nee. Oh. Ik wilde hier al naartoe. Oh, daar ligt hier iets. Ik wilde hier al naartoe, maar toen zag ik net, eigenlijk vlak voordat we dit gingen opnemen, dat Willem Potatoes zijn tweede kanaal net een video heeft geüpload dat hij door Mount Maast omging. Screw you, Wooden Potatoes! Wooden Potatoes? Screw you! Mijn favoriete plek uit de game. Uh-huh. Voor het laatst bewaard. Crystal Waypoint. Bij de Stronghold okay. Of Ebon Oak. Okay. Oh, wacht even jongens, ik moet even wachten op een update blijkbaar. Oh. Je hoort er niet bij, dit hoort er niet bij. Ja, je hebt natuurlijk het maar 8% geüpdate. Ja. En dan kan ik elke region waar ik in kom nog even laden. Oké. Okay. Geweldig. Zijn er al nieuwe emotes? Ja, dat is fijn. Ah, jongens. Ja, dan moeten ze echt nog een keer wat aan doen, vind ik. Sorry, wat? Slash wat? Slash wank, maar helaas. Ja, ik weet dat ik er goed uitziet, maar... Kunnen we dat misschien anders ergens in een private room doen in plaats van hier midden op de straat? Wat? Mij mis ik wat, Oh, hij doet zo. Wat? Ja, ik zag het wel. Misschien moet je even wat ribben verwijderen om er echt bij te kunnen komen. Ah, nee! Robin, nee. He started it! No! Where in this lovely city are we going? Where are we now? There are we need. We gaan naar mijn favoriete plek in de game. Jouw favoriete plek in de game? Maar ik weet niet of er zo moet komen. Nee, het okay. Ah, je weet dat je papa gek is, maar je weet niet hoe je er moet komen. Ja, ik vind het wel een beetje... Weet je lang ik jou niet meer dit heb gedaan? Nou... Nee. Je weet niet waar je heen moet? Ja, yeah. Man, volgens mij moet je hierheen, hè? En dan hier naar boven. Ja, dat klopt. Ik kom er net vandaan, maar goed, maakt niet uit. Nee, we zijn niet boos. If my memory serves me right. Oh ja, wel. Iedereen doet dat, hoor. Ja, yeah, all the cool kids are doing it now. Oh shit, kun je hier niet langs? Be like the cool kids. Dat is echt the story of my life, gewoon. Wat? Kom ik met een leuk idee of iets nieuws en doet iedereen dat. Ja, kom dat ze allemaal ons YouTube kanaal hebben. Ah, jongens, hoe kom je daar? Nou gewoon, kijk, hier springen, zo, en dan moet je hier. Nee, nou, wat nee, nee. Dat is verkeerd. Ah, oh, shit. Jij ook? Ja, ik weet al hoe het moet. Maar hoezo kun je hier niet meer op? Kon dat wel dan? Volgens mij wel. Kijk zo, hier, top? Of niet?
shit, ouwe. Dan zijn we weer professioneel bezig, jongens. Wil je eens hier te komen? Even dit veranderd voor de gliders of zo? Als dat zo is, hè, dan word ik zo boos. Oh. Ja, Ellen die boos wordt, nou dan heb je het wel voor elkaar. Ja, ik kom gauw, hoor. Thanks, nou, Blizzard! Nee, de popmaan dansen. Ah. Ja, maar je kan. Nee, inderdaad, je kan er gewoon niet heen. Wat? Het is gewoon een blokkade hier. Maar hoe kom je dan tegenwoordig bij die. Ja, ze hebben er echt een wall geplaatst. Oh nee. Yep. En nu dan? Ongelooflijk. Hebben we al die moeite, alles voor niks. Alles, al ons. Gewoon het lievelingsplekje van Joel uit de hele game is weg. Ja, nu heeft het toch geen zin meer om dit spel nog weer te spelen en op te starten. Even kijken, er moet een andere manier zijn om te komen. Maar waarom hebben ze daar een muur neergezet? Ik denk dat je anders op plekken kon komen of te veel bugs waren, denk ik. Jongen. Maar dat was toch ook de enige manier om bij die vissen te komen? Ja, want ze hebben ze dat ook veranderd. Ik kan nu gewoon met de trap. Wat moet ik doen, Robin? Oké, ik kom eraan. Zeven er ook bij? Ja, ik kom eraan. Ja! Helemaal naar beneden voor die kleren, zo van jullie. En dan. Dat is weer van niks. What? Come on, man! Dus hier op deze hek staan, Steven. Hier, terug. Op deze hek. Deze hek, toch? Deze hek, en dan hierop. Hier. Hekker. Hier. Ja, dan. Zo. En dan is dit een klote stuk. Ah. Wat? Ah! Oh, nu zit ik vast. Oh, toch niet. Dit is echt een klote stuk, dit. Oh! Oh. Shit! Oh. Oh, wacht, ik heb een idee. Zo. Oh, nee. Wat? Niet? Oh. Ja. Waar moet je nou springen? Hier ergens. Wat? Hier ergens in de buurt, precies waar ik sta, maar dan ergens anders. Juist. Oké. Oh. Okay. En dan hierheen. Hierop. Yeah. Ja, hier naar boven. Ja, dan plop. Langs deze. En dan hier op de rots. I guess. Maar wat, hoe kom je daar zo hoog? Oh, je hebt nog niet de gliding speciality dat je. Nee. Oh. Well, screw you guys! I'm going! Kom eens op je mes, man, jong. Oké, wacht. Heb ik een teleporter friend? Oh ja, ik heb een teleporter friend. Ja, en ik dan. Doe maar nog maar niet, want ik weet niet wat. Je hebt het gedaan, oké. Net dat ik in de lucht zit. Maar hoe kom ik vanaf hier daar naar boven? Dat is de vraag. Oh, de video wordt al langer dan ik had gedacht. Hè? Ja, sorry. Nou, we knippen gewoon lekker wat. Oh. Sneakje, Stefan. Dat was. Ho, dat was ik niet. Oh. Dat was ik. Sorry. Oh, meteen mij de schuld geven. Ik heb hier een zak shit voor me liggen en ik probeer te weerstaan om hem niet te pakken. En dan word ik ook nog beschuldigd ook nog dat ik hem aan het opeten ben. Ongelooflijk. Maar het was echt heel zachtjes. Ja, maar het was iets van een borrelnootje, het was geen chip. Heb ik gelijk? Ja. Ja. That's what I thought. Ik heb hier wel een techniek om er te komen, maar ik kan er net niet komen omdat ik geen kleding heb, denk ik. Ik heb een orgel gevonden. Nice. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video? Laat even een likeje achter. Vond je nog geen leuke video? Laat dan toch even een likeje achter. Ja, voor de morale steun. Voor de morale steun van dat we toch nog geprobeerd hebben, weet je wel, om jullie te entertainen, maar ja, whatever. En misschien horen jullie nog wel hoe het, hoe het af is gelopen. Ja, hoe het af is gelopen. Hoe het wel kan misschien. Nou, we gaan het zien. Tellen, man. Bye, joh.